Wij zijn een vereniging die zich bezighoudt aan de ene kant met gehandicapten en senioren en aan de andere kant met de jeugd met gevechtsportactiviteiten. Wij spreken in totaal over een goeie 450 leden, waarvan dat er een 105 gehandicapten zijn. Wij werken voor onze doven, dus nu ben ik echt tevreden over Uilenspiegel, dat wij samen met doven en horenden samen, hè. Dus we hebben dus verschillende activiteiten. Wij geven onze leden toch het gunst en de plezierige momenten daarvan. Dus wij zijn dus ook heel tevreden dat de voorzitter met ons ook goed samenwerkt. Zonder een vereniging leven hebben we eigenlijk geen gelukkig leven. Wij moeten altijd samen zijn, want wij moeten onze handen gebruiken om ons verstaanbaar te maken tegen elkaar. Dus wij gebruiken gebarentaal. Het is aangenaam om samen met dove mensen samen te komen in het lokaal Uilenspiegel. Wij zijn opgericht in 1958 en in de Uilenspiegel doen wij eigenlijk aan omnisport en volksporten. En in onze omnisportenafdeling daar zit al het mogelijke wat dat daarmee verbonden is, van biljart over darts, over kaarten, schaken, dammen, putjes bakken, noem het maar allemaal op. Mijn drijfveer voor eigenlijk te doen, aan de ene kant sport. Dat kan niet lopen, aan de ene kant sport. Aan de andere kant meer het sociale en het culturele aspect. Om de mensen die hier op de luchtbal in de omgeving rondlopen een nuttig tijdverdrijf te geven. En te zorgen dat die niet doelloos rondhangen, maar dat je die iets geeft waar dat ze iets aan hebben en waar dat ze zich goed in voelen. Wij hebben nog plannen, ja. Voor Uilenspiegel zoeken we de gehandicapten nog uit te breiden. Dat we niet alleen de doofstommen hebben, maar dat we dus de mensen die fysisch gehandicapt zijn, die we nu ook hebben, met rolstoel en van die wandelwagens, dan die er ook bij nemen. Dat is wat ons toekomstbeeld. Ja.